Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag jongens heb ik voor jullie weer een nieuwe mod showcase. En dit is een best wel leuke mod showcase naar mijn mening. Want in deze mod showcase gaan wij namelijk kijken naar de Tropical mod en de Ammo Creatures mod. Of eigenlijk meer de Plus Animals mod. Ik weet even niet de exacte naam ervan. Maar de reden waarom ik deze twee mods heb samengevoegd is omdat het namelijk, nou kijk, zoals jullie kunnen zien, meerdere dieren toevoegt in Minecraft. En dat is sowieso een van de dingen die ik persoonlijk echt fantastisch vindt. Zo zie je hier bijvoorbeeld een muis. Nou, ik heb persoonlijk in normaal Minecraft nog nooit eerder een muis gezien, dus dat is sowieso al nieuw. En ik heb dus de tropische mod toegevoegd, die er eigenlijk gewoon voor zorgt dat er allerlei nieuwe bloemen bij komen, dat er allerlei verschillende soorten nieuwe bomen bij komen. En dat zal ik jullie even laten zien, want dat staat namelijk hier. Zoals jullie kunnen zien, vanwege de tropische mod heb ik dus allerlei verschillende soorten nieuwe saplings, waar je dus weer nieuwe bomen uit kunt krijgen. Je hebt zelfs verschillende soorten nieuwe pickaxes en verschillende soorten nieuwe shovels. En die kun je dus weer maken van de verschillende soorten nieuwe oors die er te vinden zijn in de Tropical mod. Ik vind dat persoonlijk echt fantastisch. Ik ben iemand die van mening is dat Minecraft op zich wel zichzelf wat meer mag ontwikkelen als je kijkt naar de hoeveelheid oors en de hoeveelheid mobs die erin zitten. Dus jongens, doe even een blauw duimpje omhoog op deze video. Het zou super nice zijn als we de 3000 likes zouden kunnen halen. En om natuurlijk een beetje de explosieve kant van de video wel terug te laten komen, heb ik uiteraard ook zoals altijd de Too Much TNT mod in deze video zitten. Zodat wij eens even kunnen gaan kijken of de nieuwe mobs in deze video goed bestemd zijn tegenover TNT. Nou, om mee te beginnen jongens, zoals jullie kunnen zien, super veel verschillende soorten mobs. Die gaan we zo meteen eerst even allemaal spannen. Maar wat ik eerst even wil gaan doen, is ik wil jullie eerst even snel alle verschillende soorten nieuwe bomen laten zien. Die dus eigenlijk bij de Tropical mod komen kijken, die ik dus geïnstalleerd heb. Je hebt namelijk vele verschillende soorten nieuwe bomen, die ook weer vele verschillende soorten nieuwe vruchten kunnen droppen. En ik vind dat persoonlijk echt super leuk. Je hebt zelfs verschillende soorten nieuwe music discs. Dit zijn dus alle verschillende soorten nieuwe ores die je hebt, waar je dus uiteindelijk, zoals ik net al zei, nieuwe zwaarden van kunt maken. Je kunt een nieuwe shovel van maken. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. En de reden dat ik dus de ammo... Oh my god. Kijk, dat wou ik dus net zeggen. De reden waarom ik dus de plus animals of de ammo creatures mod, of hoe je het ook wilt noemen, de reden dat ik die toegevoegd heb, is omdat het me gewoon ook heel vet leek om dat zeg maar te zien in Minecraft. Dat er gewoon meer dieren zijn. Dus ik gooi deze even op mezelf. En dan ga ik jullie even laten zien wat ik bedoel. Zoals jullie kunnen zien jongens, we hebben hier gewoon een fucking walvis. Hoe vet zou het zijn als er walvissen in Minecraft zouden bestaan jongens. Waar je dus gewoon geen mod voor nodig hebt. Maar dat die er zeg maar sowieso al zijn. Nou, en uiteraard zoals ik zei, hè, het kan natuurlijk niet missen. De Too Much TNT mod. Dan kunnen we die motherfuckers ook inmaken. En dat hebben we dus nu gedaan met om mee te beginnen de walvis. Maar wat ik eerst even wil gaan doen, is ik wil jullie eerst even die nieuwe bomen laten zien die dus in de Tropical mod voorkomen. Want ja, de Tropical mod, dat zegt het eigenlijk al. Het is een mod waardoor er allerlei verschillende soorten nieuwe dingen voorkomen, die voornamelijk met het tropische te maken hebben van Minecraft. Dus laten we even beginnen met de allereerste boom, namelijk de grapefruit sapling. Zoals jullie kunnen zien, ik vind het persoonlijk super vet. Ik denk dat als je dit in game mode 0 kapot hakt, dat je er dan ook echt zeg maar van die grapefruits van krijgt. Of misschien moeten die er afvallen, ik weet het niet. Je krijgt er in ieder geval weer saplings van. En welke hebben we nog meer? Nou, dit is dus de grapefruit boom. Dat is dus een boom waar uiteindelijk van die vruchten uitkomen. Dan hebben we ook de lemon tree. Daar komen dus uiteindelijk citroenen uit. Vervolgens hebben wij de lime tree. Daar komen dus limes uit. Dat zijn zeg maar van die groene citroenen, om het maar even zo te zeggen. En dan hebben we ook nog de orange tree. En daar komen uiteraard sinaasappels uit. Ik heb hier een of andere rare toren gecreëerd met nieuwe soorten bomen. Ja, en zoals ik al zei, je hebt dus nieuwe pickaxes, genaamd de Edualite pickaxe. Ik heb echt geen idee hoe je dit zou moeten uitspreken. Verschillende soorten nieuwe ores, verschillende soorten nieuwe vlees. Want je kunt uiteraard ook meer mobs doodmaken vanwege de Ammo Creatures mod, waardoor je dus ook meer vlees hebt. Of het is eigenlijk de Plus Animals mod, maar het maakt niet uit. Je hebt zelfs een cocktail die je kunt maken. Die zou je dus lekker op kunnen drinken als je in survival zit. Ik zie hier al gelijk een nieuwe soort insect. Ziet er ook wel cool uit. Ik denk dat we die wel dood kunnen maken als we hem een paar keer slaan, inderdaad. En laten we, nu we dit hebben gekeken, laten we dan even gaan kijken naar de nieuwe soort mobs die er voorkomen in deze mod. Want dat is ook wel interessant. Om mee te beginnen, de haai, de piranha, de penguin, de duck, oftewel de eend, de bird. Ik zie hier de muis, die hebben we net eigenlijk al gezien. De lizard, de snake. En dan hebben we hier, even kijken, de whale. Die hebben we eigenlijk ook al gezien. Nou, laten we dan even... Oh, kijk, je hebt ook een skill... een skill armor, namelijk skill boots, skill leggings, een skill chestplate en een skill helmet. Dat kun je dus waarschijnlijk maken van de nieuwe ores die je kunt vinden. En je hebt fire boots, fire leggings, fire chestplate en fire helmet. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon pvp'en tegen de mobs die wij zeg maar zometeen gaan inspannen. En dat ga ik dus doen met de nieuwe soort armor en uiteraard ook met het nieuwe soort zwaard, want die ziet er ook wel heel erg episch uit. Dus laten we om mee te beginnen, laten we de armor even gaan aandoen. Dat lijkt mij een goed plan. Dus die gooien we even zo neer.
Let's go. Zo. Pak ik het ook echt op of niet? Waarom pak ik het niet op? What the fuck? Dat is wel heel raar. Oké, dan doen we het even op deze manier. Dan gooien we deze neer. En dan doen we dit lekker even allemaal aan. Ik ben namelijk wel benieuwd of die monsters die ik zo meteen inspan, die nieuwe mobs, of die ook tegen mij gaan vechten. Maar dat zullen we zien. Ik vind mezelf er best wel episch uitzien. Oh my god, het is zo vet. Wanneer je dus de nieuwe soort armor, genaamd de Fire Armor, aan hebt, dan krijg je dus ook een soort van particles om jezelf heen hangen. En dat is best wel vet, want dan, ja, ik weet niet. Het ziet gewoon heel awesome uit. Nou, laten we even wat eten erbij pakken. Laten we dan ook gelijk nieuw eten erbij pakken. Dat is op zich wel leuk om te doen. Wat is het nieuwe soort eten wat we hebben, jongens? Ik geloof dat ik dat net ergens zag staan. Ik denk dat dat hier zo bij staat. Of niet soms. Of zal het hier zo bij staan? Ja, kijk, orange. Pak ook een lekkere stack met oranges erbij. En dan gaan we beginnen, jongens. Te beginnen met de vogel. Dit is de vogel. En als je die doodmaakt, krijg je een veertje. Nou, super nice, jongens. Super nice. De eend. Dit is de eend. Zo droog. Oké, let's go. Oh, daar krijg je eigenlijk gewoon kippenvlees van. Dan hebben we hier de pinguïn. Die is een beetje klein. Dit ziet er wel cute uit, to be honest. Hallo meneer de pinguïn. Fuck jou meneer de pinguïn. Eigenlijk moeten we die niet hier spannen, maar op de Noordpool. Dropte die nou wat of niet? Hij dropte geloof ik een veer. De lizard. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd of die mij gaat aanvallen. Oh, die doet helemaal niks, jongens. De lizard. Die doet helemaal niks. De piranha. Oké, okay, kijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Let's go. Oh. Oh, we zitten in peaceful. Dat verklaart het, jongens. Dat verklaart het hele probleem dat hij mij niet aanviel. Oké, dan gaan we weer even terug in Game Mode 1. Pakken we weer even die piranha erbij. Zullen we gewoon een hele hoop piranha spannen? Kijken wat er dan gebeurt. We doen het gewoon, jongens. Let's go. Kijk, fucking veel piranha's. Ze zien er ook wel echt super gruwelijk uit. En oh my god, jou hoor, jongens. Piranha's in Minecraft. Oh my god, dat is episch. Oh, ze zijn ook nog best wel heel erg sterk, by the way. Daar sta ik nog best wel van te kijken. Ik was echt 5 seconden in het water en ik ben nog wel weer de helft van mijn leven kwijt. Zul ik ze gewoon eens hier spannen? Oh, dit zijn muizen, wat doe ik? Kijk. Dit is dus hoe de piranha's eruit zien. Ze fladderen zo een beetje op het, dus het droge, want ze horen natuurlijk in het water thuis. Maar wat zou je krijgen wanneer je ze doodmaakt? Helemaal niks zeker? Nee, daar krijg je helemaal niks van. Oké, okay, nou, de shark, daar ben ik ook weer heel benieuwd naar. Die is wel even een stukje groter, maar ik denk ook wel een stukje sterker, als ik eerlijk mag zijn. Ook al zwemt hij juist van me weg in plaats van naar me toe. Oh nee, laat maar, ik neem het terug. Oh nee. Oh nee, shit, maak hem. Oh kut, ik ben gewoon doodgemaakt. Oh my god, hij is nog best wel heel erg sterk. Oké, okay, dus de piranha's en de haaien zijn best wel sterk in deze nieuwe mod. Oké, okay, we gaan eens even kijken wat voor mobs we meer hebben. We hebben de whale, we hebben de manta ray, we hebben de angler, we hebben de tropical fish, we hebben de normale vis, we hebben de moth, we hebben de butterfly, we hebben de cricket en dan hebben we als laatste de centipede. Oké, okay, dat is dus zeg maar een centipede. Dat kennen jullie misschien ook wel van die horrorfilm, de Human Centipede. Dan wordt er zeg maar een menselijke 1000-poot gemaakt. Maar dit zijn zeg maar 1000 poten. Het zijn eigenlijk gewoon insecten. Dan hebben we hier crickets. Zeg maar voor wanneer je een ongemakkelijke grap maakt, dan hoor je inderdaad dat piep, piep. Ja, jullie kennen het wel. Ik hoef het niet. Ik kan het ook niet doen, want mijn stem is nog steeds een beetje naar de kloten. Maar maakt verder niet uit. De butterfly. Oh, dat vind ik wel leuk, dat als je ze spant, dat ze zeg maar in meerdere kleuren terecht kunnen komen. Dat is op zich wel grappig, dat je zeg maar niet alleen maar een oranje kunt krijgen, maar ook een blauwe. Dat is wel leuk. Nou, de moth, dat is geloof ik een moth. Ja, dat is gewoon een soort van lelijke vlinder, om het maar even zo te zeggen. Nou, vissen. Kijk, dat vind ik op zich wel leuk. Voor de mensen die zich afvragen waarom. Nou, kijk, je hebt natuurlijk al een soort van vissen in Minecraft. Alleen die kun je niet zien. Die kun je vangen, maar je kunt ze zeg maar niet zien. En ik zou het wel heel erg leuk vinden als Minecraft het zeg maar zo zou toevoegen. Dat je ook echt vissen door het water ziet zwemmen. In plaats van dat je ze alleen maar ziet wanneer je ze hebt gevangen. En ik ben verkouden en dat is super irritant. Maar dat maakt niet uit. De tropical fish. Oh, die heb je echt in heel veel verschillende soorten. Hey, Nemo! We found him! We hebben hem gevonden, jongens. De enige echte Nemo. Wat episch. Oh, deze is ook cool. Oké, nou, dat is in ieder geval wel leuk. Dan hebben we hier de Angler. Oh. Oh, kennen jullie die nog? Uit die ene scène van Nemo. Dat hij zeg maar zo'n lichtje ziet samen met Dory. En dan zitten ze zo van, een lichtje in het water. Wat is dat? En het schijnt dit zo'n super grote vis te zijn. Dat is dus deze. Dat is deze motherfucker. Deze motherfucker die heeft mijn jeugd verpest. Ik was zo bang voor hem elke keer. Oké. Wat we even doen. Is we maken hier even een soort van kooitje. En dan gaan we die erin plaatsen, jongens. De Angler. Dat is deze. Kijk, gaan we er heel veel inspannen. Gaan we eens even kijken of ze een beetje sterk zijn. Zijn jullie daar niet benieuwd naar? Oh! Oh, ze zijn heel sterk. Ze zijn heel erg sterk. Oh my god. Oké, weet je? Daarvoor heb ik de Too Much TNT mod. We gaan het ze even afleren, jongens. We pakken deze erbij. We pakken uiteraard even de flint en steel erbij. Is ook wel handig. En dan gaan we eens even kijken of ze echt zo sterk zijn als ze beweren te zijn, jongens. Let's go. Allemaal van die angelvissen, oftewel van die lichtvisjes. Let's go. Oh shit, jongens. Ik denk dat die vissen dit niet zouden kunnen overleven. Als ze dit overleven, zijn ze trouwens wel echt ongelooflijk sterk. Even no joke. Maar dit overleven ze niet. Ik heb ze juist gewoon heel Minecraft opgeblazen in een paar seconden. Als ze dit overleven, zijn ze. Oh wait, what the fuck is dat? Oh, dat is een full. Dat was een full gold zombie. Ik zat al te kijken van hoe komt dat daar nou weer? Oké, wat hebben we nog meer? En dan hebben we hier de manta ray. Ik weet niet wat dat is. Lijkt ook een beetje op een vis.
Oh ja, dat is een. Is ook een vis. Zou die mij aanvallen? Zou die mij aanvallen in het water? Daar ben ik eigenlijk best wel benieuwd naar. Hij ziet er namelijk best wel gevaarlijk uit. Maar of hij me ook echt aanvalt, is natuurlijk nog een beetje de tweede vraag. We gaan het even bekijken, jongens. Als jullie het trouwens leuk zouden vinden dat ik vaker, zeg maar, mod showcases doe met betrekking tot nieuwe soort ja, mobs. Zeg maar nieuwe beesten, laat het weten. Vallen ze me aan? Nee, ze vallen me niet aan. Oké. Ja, dan gaan we ze even afleren dat ze hier niet zomaar mogen zwemmen zonder mijn toestemming. Hey, too much team teamold. Gotta love it. Oké. En de allerlaatste is de whale. Die hebben wij natuurlijk net ook al gezien. Ik zal even timeset D doen. Is het allemaal even wat lichter voor jullie. Kijk. Dit is de whale. Free Willy. Of je maakt hem gewoon dood. Kan natuurlijk ook. Oh, hij kan gewoon tegen een dynamietstaaf. Tegen 2 ook. Tegen 3. Oh. Ik heb echt nog nooit zo'n sterke motherfucker gezien. Misschien moeten we de TNT keer 100 gebruiken. Hij kan namelijk wel tegen de TNT keer 20. Of de dynamiet keer 20. Maar niet tegen... Oh my god. Inderdaad, niet tegen de dynamiet keer 100. Oké, nou ik moet zeggen jongens. Ik zou het heel erg leuk vinden als Minecraft de vissen die we in deze video hebben gezien in ieder geval zouden toevoegen aan Minecraft. Zoals die piranha's, de tropical fishes. En natuurlijk, zoals we net hebben gezien, de whale lijkt me ook wel episch. Dat je daar een soort van huid van kunt krijgen waar je weer armor van kunt maken. Waarmee je bijvoorbeeld op de water zou kunnen ademen. Ik zou het vet vinden. Laat in de comments weten wat jullie ervan denken. Het was je boy de tuber. Wat ik ook trouwens echt super vet vond in deze video. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Dat is de fire armor. En de reden dat ik de fire armor zo episch vind. Is omdat ik denk dat het heel erg leuk zou zijn als Minecraft dit zeg maar zou toevoegen. Dat je bijvoorbeeld een speciaal soort oor in de Nether zou kunnen vinden. En dat je met die oor dan zeg maar de fire armor zou kunnen maken. En ik vind het ook super vet dat je zeg maar een beetje die particles eromheen ziet hangen. Waardoor het toch een soort van extra, ja, tint of effect overbrengt. Dus jongens, laat een like achter als jullie willen dat de fire armor in echt Minecraft zou kunnen komen. Mojang, als je dit kijkt, voeg het toe. Samen met de vissen. Het zou episch zijn, jongens. Fire armor en al die andere nieuwe mobs die ik net heb laten zien. Ik zou het leuk vinden om in Minecraft terug te zien. Het was je boy, de tuber. Love jullie allemaal. De support is echt amazing en daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.